Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is Mustafa Aitar. Ik kom op derde plaats Vlaanderen namens SPA-lijst. Ik heb 18 jaar politieke ervaring opgelopen binnen mijn gemeente waar ik heel sterk sociaal beleid heb gevoerd. En ik vind dat Vlaanderen dit sociaal beleid ook nodig heeft, waar ik ook heel graag wil bijdragen. Vlaanderen heeft nood aan een solidariteit en harmonieuze samenleving waarin mensen beter van worden. En daarom zeg ik, kies voor zekerheid en kies voor Mustafa. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik stap in de politieke strijd omdat ik voor de mensen iets wil betekenen. Ik wil opkomen voor de mensen. En ik ben schepen van welzijn. Ik zit al 18 jaar als politieker als schepen. En dan heb ik nog natuurlijk heel wat ervaring. En ik weet wat er reilt en zeilt binnen de samenleving. En ik stel ook heel veel vast dat er mensen in een moeilijke situatie leven. En de oorzaak van deze mensen die in armoede leven, zit vooral dat ze weinig ondersteuning krijgen naar werk, gezondheid en ondersteuningsrecht. Ja, ik wil daar voor die mensen natuurlijk iets betekenen. Ik wil opkomen voor die mensen. En ik stel ook vast dus dat de armoede nog meer stijgt. En we kunnen dit alleen maar aanpakken en zeker nu in de toekomst. De politiek zou zich meer moeten richten naar de solidariteit en verbondenheid, want daar hebben we meer nood aan dan eigenlijk polarisatie. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor kies voor zekerheid, kies voor Mustafa. En dat heb ik gedaan omdat ik dus echt voor mensen opkom. Je hebt heel veel mensen die in armoede leven, kinderen, volwassenen. Die mensen wil ik natuurlijk samenbrengen en die mensen wil ik ook de spreekbuis zijn. En uit mijn ervaring weet ik dus dat we heel veel kinderarmoedecijfers hadden binnen onze gemeente. En daar zijn we eigenlijk in geslaagd om van 28% naar 14% te leiden, terwijl in Vlaanderen de kinderarmoede steeg. Dat hebben we gedaan door elk kind handvaten te bieden waarin ze konden beroep op doen, de gezinnen waar ze op konden rekenen. En ik zou graag mijn sociaal beleid die ik in mijn gemeente heb gevoerd ook overbrengen naar Vlaanderen. Ik wil eigenlijk opkomen voor alle doelgroepen, voor alle mensen, ongeacht cultuur en afkomst of religie. Op te komen door mensen samen te brengen, door activiteiten, door verenigingsleven, door evenementen, ongeacht hun kleur en nationaliteit, ga je mensen dicht bij elkaar brengen en ga je elkaar eigenlijk steunen. En door die steun ga je ervoor zorgen dat mensen zekerheid terug hebben en dat ze hun rails terugvinden op een goede pad en zich goed voelen in hun eigen vel ook nog. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Mijn politieke voorbeelden zijn natuurlijk, ik ben met politiek gegroeid dankzij mijn burgemeester Alain IJzermans, die ook nu ook ad interim provinciale voorzitter is geworden. Met die man hebben wij heel veel zaken kunnen realiseren door eigenlijk een diplomatie te gaan te spreken, te onderhandelen. En door te onderhandelen heb je natuurlijk wat tijd nodig, maar uiteindelijk land je wel en als je landt, heb je dan ook resultaten voor je samenleving. En mijn andere boegbeeld is natuurlijk Wijle Steve Stevaart. Die man heeft mij steeds geboeid omwille van zijn eenvoudige, verstaanbare politiek. Maar ook eenvoudige reacties naar mensen toe en te luisteren. En door te luisteren gaf hij ook de antwoord naar de behoeften van de mensen. En ik vind ook dat wij als politiekers dat voorbeeld terug moeten nemen, want wij spreken heel veel, maar wij moeten veel luisteren. En na datgene wat wij geluisterd hebben en vastgesteld, moeten we dat omzetten in onze politieke programma in het kader van de behoeften van de mensen. Wat zijn uw politieke interesses? Ik heb een heel brede kijk naar de politieke interesses natuurlijk. Mijn ervaring in de politiek heeft me al heel veel geleerd, zowel in economie, ecologie en financiën. Maar de belangrijkste is natuurlijk dat economie en ecologie samen kunnen en niet elkaar uitsluiten. Want door een gezonde mens in een gezonde planeet te laten leven, in een gezonde sfeer, met een gezonde woning, ja, dat creëert natuurlijk heel veel positieve samenleving. En economie
En welvaart en middelen zijn goed voor de ontwikkeling van de mensen en voor de welstand van de mensen. Maar als die economie en die middelen ook kunnen omgezet worden voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, en dat we dan ook die maatschappelijk kwetsbare doelgroepen naar boven kunnen tillen, heeft dat natuurlijk een belangrijke waarde. En vandaar dat ik zeg, mijn interesse gaat vooral naar de kansarmen en ecologie. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat er heel veel zaken anders kunnen in politiek. Ik denk in eerste en vooral realisme. We moeten overschakelen naar realisme. En daar wil ik mee zeggen dat het moet gedaan zijn met populisme en weg tussen terug tussen de mensen komen. En wat bedoel ik daarmee? Dat eigenlijk de muren tussen de buren moeten afgebroken worden, als ik dat heel duidelijk mag zijn. Ik vind dat mensen die samenleven en niet uit elkaar moeten getrokken worden, ongeacht kleur en religie of geloofsovertuigingen, wij horen samen en als we daar richting populisme werken, gaan we mensen uit elkaar halen. We moeten meer aan een positieve richting werken en met een sociaal politiek, wat binnen mijn partij dat ook heel veel naar streeft, kunnen we heel veel mensen mee helpen, maar ook de samenlevingen verbeteren. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb een heel interessant voorwerp meegebracht. Ik ben zelf geen arts, maar ik heb een stethoscoop meegenomen. En stethoscoop is iets om de innerlijke van een mens te luisteren, te ausculteren. En door, zoals een dokter het doet, ausculteren, wil zeggen dat je de ruis hoort. En de ruis vertelt eigenlijk wat er in je innerlijke leeft, wat er eigenlijk misgegaan is. Want daar horen we meestal van de mensen niet. De mensen die zich opsluiten in een cocoon of een burn-out hebben gekregen. De ruis vertelt eigenlijk de oorzakelijk. En de politiek, als die luistert, als die het innerlijke van een persoon luistert, ausculteert, kan hij ook de nodige medicatie voorschrijven. Dat wil zeggen dat hij naar de mensen moet luisteren, dat hij de mensen moet vastnemen, dat hij mensen moet meenemen. En daardoor een sociaal beleid uitschrijven. En daarvoor zitten we als socialisten vanuit SPA voor een sociaal beleid, voor zekerheid. En zekerheid is kiezen voor Mustafa.